Hey, wat leuk dat je weer kijkt. Ik ben vandaag aan de rand van het Veluwemeer, vlakbij het dorpje Hierde. En ik ga hier jouw zwanen laten zien. En dan denk je waarschijnlijk, zwanen, die zie ik vaak genoeg. Maar dat zijn de knobbelzwanen. Als je hier achter mij kijkt, de rand van het Veluwemeer over, dan zie je daar allemaal witte stipjes liggen. Zwanen, maar dat zijn dus kleine zwanen. En die zijn hier alleen in de wintertijd. Ik sta nu in de observatiehut. En je ziet hier voor me bij die rietkragen, zie je zo al 50 tot 100 kleine zwanen liggen. En zo ligt dat hele Veluwemeer helemaal vol op het moment. De laatste tellingen schatten we op dat er ongeveer 4500 kleine zwanen liggen. Die helemaal vanuit Siberië hier naartoe zijn gevlogen om te overwinteren. Er zit hier namelijk heel veel voedsel in het water. Ze eten de knolletjes van waterplanten onder water in het ondiepe water hier. Die zitten borden vol energie, dus ze kunnen weer een beetje opvetten en bijkomen van hun lange reis van Siberië hier naar Nederland. En in het voorjaar, eind februari, begin maart, dan trekken ze weer richting Siberië om daar te gaan broeden. En die zwanen die je hier ziet, dat is 1/3 van de hele wereldpopulatie aan kleine zwanen. Dus het is echt heel erg bijzonder dat er hier zoveel liggen. De laatste tellingen gokken we dat het ongeveer 4500 zijn. Kijk, ik film nu door mijn verrekijker heen. En dan zie je er hiervoor, echt voor die eerste rietkraag, liggen er al een heleboel. En zo ligt het hele Veluwemeer vol met duizenden kleine zwanen. Dus wil je zelf kleine zwanen zien? Dit is je kans, want het hele meer ligt er vol mee. Maar neem wel je verrekijker mee, want dan kan je ze net even wat beter bekijken. Ik ga er nog even van genieten en heel erg veel plezier. Tot volgende week.